Goedemorgen allemaal, leuk dat jullie weer kijken bij een nieuwe video. Het is nog best vroeg en vandaag is de cross. En ik heb er heel mega veel zin in. Ja, dat wel. Ik heb wel redelijk goed geslapen. Ik ben wel heel erg moe. Het is een hele warme dag vandaag. Dus dat wordt na de cross goed koelen. Maar ik heb er heel veel zin in. Dus ik neem jullie weer mee op naar de cross. Omdat het zo'n warm weer gaat worden, hebben ze ons aangeraden om een soort neuspleister, neusstrip op te gaan doen. Dit heet de Flare Nostril Strip. En hierzo krijgen we de uitleg van Merel Blom hoe je deze opplakt. Punt naar beneden. Punt naar beneden. Ik kijk hem zo aan en doe ik altijd goed. Dat doe ik meer voor mezelf. Hè. Ik denk dat de huid gewoon weer terug schuift. Dat hebben we al een beetje als gek gedaan. Jullie hadden er meer van verwacht. Ik vind de witte neusstickers maar heel saai. Dus ik heb ze even gepimpt. En dit is het resultaat. Rood met blauw. Dus want hij komt zo op zijn neus te zitten. Zo. En dat helpt dan dat de neusgaten open blijven. Want als de paarden moe worden, kunnen die een beetje dichter worden. En dan kunnen ze minder ademhalen. En deze die houdt ze dan zo open. En dan, kan het paard beter ademhalen. En dan... wordt hij minder moe? Ik denk dat het zoiets is. Maar we gaan het gewoon opdoen en het kan vast geen kwaad. Dus, maar in ieder geval, ik heb wel unieke. Er zijn er maar één exemplaar van. Tutje, heb je er zin in? Alice, heb je er zin in? Dan is de crème zorgt ervoor dat je ook dindis glijdt. Met de zenuwen, Christy? Niet zo goed. Nou, oké, kom op aan mij. Geert Adriaanszoon is weer keurig door tot aan de 13 en nummer is 14. Dan is de buiten is 4. En hij zet hem op, hè? Succes! De punt, zonder problemen daar. En dan komt ze weer richting de waterbak, richting hindernis 10. En dan weer natuurlijk het Nederlands kampioenschap voor de junioren wordt hier verreden. En de Nederlandse juniorentitel. We hebben een aantal van 11 deelnemers. Hindernis 4, daar komt ze aan. Herkenbaar in het oranje natuurlijk. En dan met de dappere Kerenklet naar die hindernis 5. Goed over hindernis 5, dan
kunnen we haar mooi volgen hier, de wending naar rechts naar de dikke boom. De waterinsprong ook geen probleem dan. En dan de rechterlijn heel erg naar die draagpenier. De bal boven gesloot. En dat gaat goed. Dan is het de wending daarin schrijven, het gas over. Om te zorgen dat de tijd scherp blijft. Onweg dus voor de Nederlands kampioen van de junioren. Christy Stefaner van de Kerenklein. Van een mooie serie van 11 voor goed over in de 11. De succesvol waren. Ondertussen loopt het weer prachtig. Duidelijk bij de finish aan de scene bij 15 en 16. Christen, zoals u het al zag, goed tot en met in de 11. Dat zijn de luisteren. Christen Stepvangers en Jarno. 3 are from their way. This CCI 2-star L competition. We hebben weer een mooi aantal, dames en heren. 69 starters. De eerste 9, de eerste 10 zijn aan het voorbijtrekken. Er kwam helaas niet sneller dan in. Het is 3. Het valt ermee dus uit de scores. We gaan kijken hoe we dat verder zien ontwikkelen. Aan de leiding naar de dressuur in ieder geval de Duitse Annalena Schaaf met Devin 39. En dan is hij luister niet van heel. Het ging echt super super goed. Ik ben helemaal buiten adem. En ja, dit cross ging echt super goed. Hij deed heel goed zijn best, dus daar ben ik heel blij mee. Alleen ik ben wel een beetje kapot nu. Wij mogen ook nog met diesel. De tijd hebben we alleen niet gehaald, dat is wel jammer. Maar daar gaan we nog even aan werken dat goed komt. En ik ben echt zo blij. Ja, we zijn uit de cross, dus we gaan nu even de sticker eraf halen. Even zo. Oeh, dat. Zo, het is eraf, dat. Oeh, lekker is dat, hè? Ja, goed gedaan, jongen. Cross was gaaf, joh. En tada, een supportersclubje. Oh, de helft is het daarachter. En ja, we zijn echt zo tevreden. Diepe zucht, Ted. Dat is zwaar, jongen. Ja, maar je hebt het zo goed gedaan. Ik ben echt zo tevreden. Oh, echt waar. Alleen nu nog met diesel. Spannend. Snel even uitrusten. Wat water drinken. En dan gaan we er weer tegenaan. Crossen. Ja. Tetje staat lekker uit te rusten op staalwetten. En ik ga zo met diesel van start. En diesel is er al helemaal klaar voor. En ik ook. Dus we gaan ervoor. Moet je zeggen, heb je er zin in, Liz? Ja. Ga je me aanmoedigen? Dat is leuk. En met welk paard start ik? Diesel, hè? Goed zo. Het hele bijzondere vind ik dat ik een zadel heb van Jan van Beek. En daar ga ik op rijden. Dus dat geeft ons wel extra veel vertrouwen. Goed hè, Diesel?
komt goed. Go, go, Christy. Daar gaan we. Start. Daar is ze van start, dames en heren. Christy Snelvangers, de dame aan de leiding met Diesel na de dressuur in de strijd voor het Nederlands kampioenschap. Ze ging al eerder in de cross van start met haar andere paard en nu dus met Diesel. En dit is een uitdaging, dat geloof ik onmiddellijk aan de leiding en dan lang moeten wachten tot je van start gaat. Maar het hoort er allemaal bij als je een kampioenschap wil winnen. En we gaan kijken hoe het daar vergaat. Christy Snelvangers met Diesel goed uit de startbox en goed over 1 en 2. Snelvangers dus goed over 1, 2, 3 en 4 en onderweg naar de Bavaria Hindernis van Hindernis 5. Super. En Christy mooi volgen, goed daar over 5 richting de waterinsprong van Hindernis 6. Dat gaat ook super. Dan de rechterlijn houden naar de Bavaria daarachter. En ook daar zien we die mooie rugnummers even omhoog. En dat betekent dat ze over. Ja hoor. Het Christy. Het Christy. Zachtjes hè? Het Christy. En dan gaat het even de tempo pakken langs de bosrand. Onderweg naar weer die wending naar links. En dan daar de Haag. En dan wederom links de punt. Daar komt ze uit het bos. Goed over 8. Wending naar links naar de punt. En ook geen problemen naar goed over 9. Goed tot met hindernis 9, dus in ieder geval Christy Snelvangers en Diesel. En misschien wijst zich daarvoor zonder problemen. Die is bij 15 en 16. En Geert Adriaanse bijna bij de finish. Geert Adriaanse bijna bij de finish. Super! Passage daar hoor. Goed tot en met hindernis 11. Christy Snelvangers dus voor Nederland met Diesel aan de leiding in stand voor de Nederlandse junioren kampioenschappen. En nu komt ze op de. Hoor. Goed tot en met hindernis 11. Christy Snelvangers dus voor Nederland met Diesel aan de leiding in stand voor de Nederlandse junioren kampioenschappen. En nu komt ze op de lange stukken en kan het gas langzaam open. En dan in de weilanden proberen te zorgen dat je in de buurt komt van die optimale tijd van 7 minuten en 7 seconden. Annesien Wouters. En Christy Snelvangers goed op 16, goed op 17, goed op 18. Nou komt het einde langzaam in zicht en dan moet je de kop erbij houden om die 7.07 te houden en niet overmoedig te worden. Maar ze was al rond geweest met de eerste, nu onderweg met de tweede. Christy Snelvangers dus met Diesel is bij hindernis 19. Terug. Prachtig, prachtig. Christy is goed tot en met 20. Ja, Christy Snelvangers, dames en heren, die komt in het staartje hoor. Goed bij 21, goed bij 20. Tijd van Christy, dames en heren, 7.09. Dat betekent 2 seconden overschrijding. En dat betekent dat ze aan de leiding blijft. Maar oh, wat is dat verschil klein.
Ze finisht in 7.09. Christus Hepvangers nu op 32.9. Zo vet. Die steekt zo goed. Oh, ik kan je niet vertellen hoe kick gevoel dit geeft. Nou, ik ga even tezelf op. Ik ben mijn buiten. Lekker gehorst, nee. Nou, die Diesel, dit was hem. Zullen we hem plakken? Inplakken? Is dit teken, Diesel? Diesel, ik zijn er moe van. Ja, lekkere Diesel. Oh, ik kan gewoon niet praten nu. Ik heb er echt geen woorden voor. Dit is zo... Oké, dit ijs is eigenlijk voor de paarden om te koelen naar de cross. Maar ik kan er ook wel wat van gebruiken. Oh. Wow, dat is heel koud. Oh, dat is lekker. Oh, dat is heel koud. Ja. We gaan even een foto maken van de dames. Ja, we gaan even lekker aan elkaar staan. Twee nog wel hoor. Ja, laat zien je bijvoorbeeld hoor. Oké, helemaal goed. Oké, ik ga jullie even bijpraten, want dit is misschien wel de meest luxe, maar spannendste positie ooit. Ik sta nu, dit is de Nederlandse kampioenschap, op positie 1 bij de junioren al. Dat is tot en met 18 jaar en ik ben net 15 geworden. Voordat ik naar deze wedstrijd vertrok, ben ik 15 geworden. En ik sta nu gewoon op positie 1. Ik kan Nederlands kampioen worden. Maar dit is het minder leuke van het verhaal. Stel ik spring een balk, dan daal ik gelijk naar positie 5. Spring ik nog een balk, is het... Dus het ligt zo dicht bij elkaar dat ik morgen gewoon van elke balk moet afblijven. Wil ik daar blijven. En natuurlijk geldt dat voor iedereen, maar het is gewoon zo spannend. Dit is zo... Ik ben net 15 en jongen, wat een druk allemaal. En mijn ouders zeggen ook van, Christy, laat het gaan. Als het niet lukt, dan heb je nog genoeg jaren. Maar echt jongen, ik wil nou ben je zo dichtbij. Ja, dan wil je het ook afmaken, hè. Godverdomme zeg, dit is echt niet meer leuk hoor. Dit is toch niet normaal hoeveel stress hierbij komt kijken. Maar echt, ik ben al heel tevreden hoe het nu is gegaan. En ik heb echt fantastische paarden. Ik ben heel dankbaar. We zijn nu op stal en dan is het belangrijkste om zoveel mogelijk te koelen, hè, Diesel. Want je moet natuurlijk heel gezond blijven. En daarom staat Diesel nu in ijswater. En dat vind ik echt heel knap dat hij hierin blijft staan. Dat heeft Jan jou wel geleerd, hè jongen. Ja. Nou, lekker goed herstellen. Dan kunnen we morgen springen, hè, Diesel. Oh. En ook Tetje is lekker aan het eten. Die is ook lekker in de koeling. Ja, Tet. Oh, dat ben je een topper, hè. En zo koelen we ze allemaal lekker door. Straks wisselen we weer een keertje. En dan... jongens, ik ben zo trots op jullie. Tet, hoe vet, hè? Ik vind het zo grappig dat ze in de stal zijn. En ze weten gewoon niet wat ze gaan overkomen. Zelfs in de startbox. En ik zeg, wat gaan we doen? En ik weet alles al. Dus dat is natuurlijk altijd heel gek. Maar ja, ze doen het super. Ze vertrouwen me gewoon. En daar ben ik heel dankbaar voor. Oh, wat liggen hier lekker, Tet. Ja. Ja? Ja. Oh. En is het goed gegaan? Ja. Ja? Ja. Oh, hier is het Diesel. Ben even wachten naar je fans. Nee, Diesel die skipt. Ik denk, ik heb net zo hard moeten werken. Ja. Gaan we even een stukje worden. Ja, superleuk. Hey. Tetjes bij mama. En Diesel is op zoek naar lekker gras, maar hij kan het niet vinden. Lijkt wel een stofzuiger, joh. Diesel! Ik ben nu met Diesel en Ted op weg naar de dierenarts Justin. En dan gaan we even voor opdraven, want morgen is natuurlijk de keuring. En dan wil je niet voor verrassingen komen te staan dat het allemaal niet goed is. Dus we gaan niet even controleren of ze alweer helemaal goed hersteld zijn na de cross. Alles was in orde, dus dat is heel erg fijn. Let dat? Oh, ze zijn er wel moe van hoor, maar ik ook. Dus we hebben nog een lekker rustnachtje. Zijn in de klei voor een goede koeling. En ook de voeten zijn ingepakt met zonweef, omdat de bodem vrij hard was. Dus dat gaat allemaal hopelijk helpen. Dat ze weer lekker fit morgen zijn. En wij gaan nu slapen. En
En ik zie jullie morgen weer. Doei doei! Kom die zo? Lees een instrument dat Goedemorgen, ik ben weer net wakker. Het is precies 6:30. En de reden dat we tijd naar de paarden gaan, is omdat we gewoon alles goed willen checken. En dit is de laatste dag van de wedstrijd. En dat is wel super jammer. Dus we gaan enorm genieten, want het is echt een topwedstrijd. Maar het is ook wel de spannendste dag van de wedstrijd. Want ik heb nog nooit in zo'n positie gestaan dat je op één staat en je mag geen balk springen. Anders daal je gewoon, heel het podium is dan gewoon weg. Dus tenzij anderen natuurlijk ook fouten maken, dan kan je weer omhoog. Maar weet je, ik heb ook tegen mama gezegd, mama en ik hebben overlegd. We hebben ook gewoon gezegd, we gaan nou niet meer bezig zijn met de scoren. Maar nu gaan we gewoon rijden en gewoon goed rijden. Nou, niet op de scoren hopen, maar gewoon ons best. Ik ga nu in de ochtend nog even Ted en Diesel rijden. Maar heel kort om gewoon even lekker de rug en alles te ontspannen. Dat ze gewoon goed door de keuring gaan. En Tetje zijn klaar voor de keuring. En ik ook. We gaan nu keuren. Dit is het alles. Janet Lamb. For the Netherlands. Dit is het alles. Presenting Janet Lamb. Dan nogmaals, is het net van ons, een keer met Diesel. Voor de Nederland, once again, is het net van ons, het is dan met Kruppels, Diesel. We gaan nu het parcours lopen. We hebben net het parcours gelopen en Dieseltje moet als 48ste en met Ted ga ik als 16e van start. Ted, heb je er zin in, jongen? Hallo. Ben je aan het groemen? Ja. Goed zo.
balken, maar het rondje gaf wel echt een super gevoel. Hij sprong echt fantastisch, dus daar ben ik heel blij mee. We zijn nu lekker aan het afspuiten. Ik ga er gauw nog een paar kijken en dan gaan we diesel opstalen, want dan moet ik alweer met diesel. Helaas wel 7 voor de tijd. Maar dat zat... Dames en heren, let u goed op. Dit is de laatste rit in de strijd voor het Nederlands kampioenschap van de junioren. En de snelle rekenaars onder u hebben dat wellicht al gedaan. Zij mag hebben een balk en een beetje tijd. En dan kan ze nog winnen. Voorlopig staat op de tweede plaats Elise Otto en de derde Roomvorsten. De afsluitende rit voor het Nederlands kampioenschap voor de junioren en de topwerpers. U kijkt naar Christy, Snapvangers en Diesel. Tijd is goed, maar helaas 3 balken, 12 strafpunten noteren we daarmee voor Christy en Diesel. Terug naar de wedstrijd, dames en heren, want daar is nog een mooie prijs te verdelen. We gaan naar de... Zo sta je op plek 1 om Nederlands kampioen te worden en zo daal je naar nog een medaille op het podium, maar helemaal naast het podium. Ja, dat is topsport en het is heel hard, want ik was heel dichtbij. Dus ik ben heel verdrietig, ik was echt heel verdrietig, want de eerste dubbele reek zelf te dicht, maar ik mocht 1 balk hebben om nog kampioen te worden. En toen in de 3-sprong gingen er 2 af en dat is wel gewoon te veel, nu heb ik helemaal niks. Dus ik ben heel verdrietig. Maar we gaan gewoon lekker verder trainen. En Tetje en Diesel, we hebben heel veel geleerd. En we weten ook waar we nog aan moeten werken. Dus hopelijk krijgen we nog een keer een kans om weer zoiets moois te gaan bereiken. En ik wil jullie gewoon heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. Vergeet niet te abonneren, want ik ga nog een keer een medaille halen hoor. Dat komt goed. Tot de volgende keer. Een dikke kus van mij, Ted en Diesel.